Nou, hier woonde mijn oom en mijn moeder en mijn grootouders. Die hebben allemaal hier gewoond. En nou ja, de pijn en de narigheid, dat weten jullie allemaal al. Dus dat hoeft niet meer. Maar ik ben erg blij dat ik dit nog mee mag maken. Om dat steentje te onthullen. Vandaag gaan wij de eerste 11 herdenkingssteentjes leggen ter herinnering aan onze voormalige Joodse stadgenoten die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er 300 à 400 Joden in Den Helder. Omdat de marinestad als sperrgebied werd aangewezen, moest 3/4 van de bevolking gedwongen verhuizen en ook de Joodse gemeenschap moest vertrekken. Heel veel gingen bij familieleden wonen of onderduiken. Het was niet meer veilig voor hun. En ja, vandaar dat er ook geen deportaties in Den Helder zijn. Den Helder is daarin uniek. Den Helder heeft het tijdens de oorlog zwaar te verduren gehad. Een groot deel van de stad werd verwoest door bombardementen of werd gesloopt door de Duitsers. Veel adressen van toen bestaan niet meer. Ja, in Den Helder is natuurlijk heel veel gebeurd in de oorlog. Maar we hebben ons voorgenomen om daar waar de woningen nog van bestaan, daar de steentjes, daar denk ik steentjes te plaatsen. En voor al die andere mensen waarvoor we geen woningen meer hebben, nog een groot namenmonument te gaan realiseren. Wat hoopt het dat die stenen gaan doen? Ze moeten opgewerkt worden natuurlijk. Nou, je merkt toch wel dat we vooral niet moeten vergeten wat er gebeurd is. En je merkt toch wel in de wereld, in Europa, in Nederland, ook het toenemend antisemitisme wat toch weer opspeelt. En dat betekent toch dat je met dit soort stenen toch blijft stilstaan bij datgene wat er gebeurd is. En dat we toch eigenlijk met elkaar zo volwassen en zo goed moeten zijn dat dat niet nogmaals plaats zal vinden.